Het begint allemaal met een plan. Goedendag, ik ben Brenna Oski. Welkom bij mijn YouTube kanaal over groei en positieve motivatie. Het plan. Wat is jouw plan voor jouw leven? Weet je hoe die eruit ziet? Een plan is heel erg belangrijk als je wil weten waar je was en waar je naartoe wil gaan. Aan het einde kan je ook evalueren hoe het proces is gelopen en wat minder is gegaan of wat heel goed is gegaan, dat je eerder, op tijd of later bent geëindigd. Ik heb heel veel voordelen gehad bij het maken van een plan in mijn leven. Ik heb heel veel successen gehaald daardoor. Een van ze is het halen van mijn diploma, waardoor ik een project engineer ben geworden. Ik had in het maken van het plan geen rekening gehouden met enkele factoren die op mijn pad komen. Maar doordat ik een plan had, kon ik beter bijsturen. Mijn plan was dat ik op mijn 23ste al klaar zou zijn. Nee, op mijn 25ste. Uiteindelijk was ik op mijn 25ste nog niet klaar. Natuurlijk niet helemaal happy dat ik mijn master nog niet had gehaald. Maar geen nood. 25,5, dat was ook oké. Want ik was goed op weg. Failing to plan is planning to fail. Dus maak een plan. Want mocht een plan niet goed lopen zoals je dacht, weet je in ieder geval hoe je de volgende keer beter moet doen. Want als je helemaal geen plan had, zou het misschien nog catastrofaal zijn. Ik geloof in alles, in het werk, privé, zou je moeten plannen. Niet alles tot elke seconde, maar net genoeg om sturing te geven aan jouw schip, aan jouw vliegtuig. Dat werkt als een soort kompas, zodat je uiteindelijk je routekaart goed kan volgen, zodat je je eindbestemming haalt. Het is ook heel duidelijk voor de mensen om je heen, zodat ze kunnen zien waar zij ook kunnen aanvullen. Bijvoorbeeld je vrouw, je partner, je vrienden, je ouders, die kunnen dat ondersteunen. Ze kunnen dan ook jou ontzorgen op sommige punten. Bijvoorbeeld door je kleren te wassen, zodat je nog een uurtje extra kan studeren. Het begint allemaal met een plan. Is jouw plan duidelijk? Nog niet? Dan begin het vandaag neer te zetten en duidelijk te maken. Schrijf het op en deel het met anderen. Want wie weet kan jouw plan een andere helpen hun doel te bereiken. Maar belangrijker, jouw doel moet jij in het proces niet vergeten. Ik wens je heel veel succes en liefde in het opstellen van jouw plan. Ga ervoor en maak er iets moois van. Het is toch jouw leven. Dus maak iets moois van jouw leven. Vond je dit een leuke video? Like, geef een lobby. En abonneer en subscribe om dit kanaal te ondersteunen. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie jou bij de volgende video. Lobby. Het begint allemaal met een plan.